naam is Erik de Grauw. Dit is het bedrijf Aquadrolix. Wij maken speeltoestellen voor peuter- en kleuterzwembaden. En wij zitten in Best. Mijn vraag aan de Kamer van Koophandel is, wij willen exporteren naar Qatar. Wat voor exportdocumenten zijn daarvoor nodig? Het bedrijf is 25 jaar geleden ontstaan door iemand die het voor zichzelf is begonnen speelproducten te maken. Die heeft dat succesvol uitgebouwd tot een bedrijf van een man of 30. En ik heb het 6 jaar geleden overgenomen. Ik heb een hoge prijs betaald. En de resultaten gingen daarna naar beneden, dus voor mij was het een zware financiële last. Maar we hebben van allerlei zaken aangepakt, de organisatie, we hebben nieuwe producten geïntroduceerd, een marketingafdeling opgericht, we hebben veel producten TÜV gecertificeerd gekregen, we hebben 3D-tekeningen geïntroduceerd. Dus we zijn eigenlijk, ja, door al die dingen die we gedaan hebben, vind ik behoorlijk klaar voor als straks de crisis over is en de economie weer wat groeit. Onze kracht is toch de kwaliteit. We zijn niet goedkoop, maar we leveren een uitstekende kwaliteit. Als je producten buiten zet in een buitenzwembad, in chloorwater, in slechte omstandigheden, dan kun je na 15 jaar met een beetje redelijk oppoetsen, krijg je de producten zo goed als nieuw weer tevoorschijn. Ik begrijp dat u een zending heeft naar Qatar. Ja. En daar heeft u nog een paar vragen over. Ja, ik hoor hier altijd dat het zo'n toestand is met al die exportdocumenten. En de vraag is, ja, wat moet er allemaal geregeld worden? Dat klopt. Er komen natuurlijk een hoop documenten bij kijken. De meeste zult u uitbesteden bij uw expediteur, zoals ook de aangifte ten uitvoer. Maar Qatar vraagt ook om een certificaat van oorsprong. Ja. Heeft u geen certificaat van oorsprong, waarmee u dus kunt aantonen dat uw goederen binnen Nederland zijn geproduceerd, dan kunnen de goederen Qatar niet binnen. Okay. De Kamer van Koophandel kent jullie bedrijf en heeft een productieoverzicht van jullie producten. En daarmee kunnen wij een certificaat van oorsprong voor u regelen. Okay, nou dat is mooi. Maar toch blijft het best wel een papieren winkel. Een groot verschil met de EU, want je stopt het in de vrachtwagen, stuurt het naar Frankrijk en je kunt het daar uitladen en installeren. Is er zicht op dat de papierwinkel naar landen buiten de EU voor de export nog vereenvoudigd gaat worden in de toekomst? Ja, een vereenvoudiging zit er nu niet echt in. Maar het is wel zo dat u in aanmerking kunt komen voor bepaalde vereenvoudigingsvergunningen van de douane. Oké. Okay. Zoals in uw geval bijvoorbeeld, u heeft vaker zendingen naar Zwitserland. Ja. Daarvoor vraagt u een EURS-certificaat aan bij de Kamer van Koophandel. Dat EURS-certificaat geeft jullie het voordeel van de kwijtschelding van de invoerrechten in Zwitserland. Oké. Okay. Je kunt ook bij de douane vragen om een vergunning toegelaten exporteur. Als je die vergunning hebt, hoef je helemaal geen EUR meer aan te vragen, maar kun je volstaan met een verklaring die je op je verkoopfactuur zet. Oké. Okay. Nou, dat zijn wel goede zaken. Ja. Bedankt. Dat is erg duidelijk. Heel graag gedaan.